Kinderdijk rouwt om de molenaar die om het leven is gekomen bij een ongeluk in de zesde molen aan de Overwaard. De 48-jarige molenaar is volgens een collega vermoedelijk verongelukt bij werkzaamheden aan het scheprad. De 19 molens bij Kinderdijk staan in rouwstand. Het personeel van een snackbar in Ridderkerk heeft donderdagavond een stel overvallers hun zaak uit weten te jagen. De drie gewapende mannen kwamen de snackbar aan de Dr. Colijnstraat binnen en eisten geld. Twee medewerkers verzetten zich, waarna een gevecht ontstond. Uiteindelijk gingen de overvallers er zonder buit vandoor. Een vrouwelijke medewerkster liep steekwonden op. Een saaie weerdag vandaag met bewolking. Vanochtend kan er eerst nog een klein beetje regen vallen, zeker niet veel. Vanmiddag dan overal droog met een paar opklaringen. Temperaturen zo'n 7 of 8 graden en de wind waait matig en komt uit het westen.